Hallo allemaal en welkom bij het 10e en 1 na laatste brandingsjournaal. Met natuurlijk weer een hele hoop te doen. Bijna vakantie. En wat gaan eigenlijk de juffen en de meesters in de vakantie doen? Marije was ook weer op pad voor het brandingsjournaal en had dit keer een gesprek met Laura. Hey Laura. Hoi. Hoi. Oh, je komt helemaal bovenuit. Hey, ik wou je graag wat vragen. Dat kunnen we zo doen, maar we kunnen het ook van de trampoline af doen. Wat wil je? Ja. Fijn. Hey, hoe gaat het met jou? Goed. Ja, vertel eens, waarom gaat het goed? Omdat ik naar de BSO ga. Oh, leuk. Dat vind ik heel erg leuk. En het gaat gewoon heel goed met huiswerk. Hé, hey, en wat mis je nou het allermeeste eigenlijk als je denkt aan de tijd dat je wel lekker naar school kon en de tijd dat je nu thuis bent? Wat mis je dan? De vriendin op school. Oh ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Heb je een maniertje gevonden dat je toch nog wel af en toe met ze kan spreken? Ja, we gaan in videogroepjes bellen. Alleen vandaag was de eerste keer en ze hadden blijkbaar al heel vaak video gebeld. Oh ja. Omdat ik niet kon wachten. Nee. Oké, maar dat wordt nu geregeld, denk ik, hè? Dat je nu weer op de BSO op de branding zit. Dus dan komt het goed. Fijn. Nou, ga jij weer lekker doorspringen dan? Ja. Oké. Doei, hè? Doei. In deze week van de Oranje Thuisspelen blijven we nog steeds in beweging met meester Bjorn. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe challenge. Vandaag gaan we aan de gang met coördinatie. Je hebt nodig 3 balletjes. Je mag er eerst even eentje wegleggen en je gaat met 2 beginnen. Begin je eerst aan de ene kant, gooi het ene balletje op en je vangt de andere op. Nou, kun je dat met de andere kant doen en zo kun je even oefenen. Dan met 3 balletjes, dat is wel een stuk moeilijker. Veel succes! Ik had aan jullie gevraagd of jullie foto's en filmpjes wilden opsturen van de Oranje Thuisspelen en of een dansje. Dat hebben jullie veelvuldig gedaan. Er kunnen er nog steeds meer bij. Hier even een klein voorbeeldje. Gezelligheid op deze Oranje Thuisspelen. Er zijn nog meer foto's en filmpjes, welkom. En dan nu, meester Kevin. Lieve jongens en meiden, vandaag weer een nieuwe goocheltruc met een kaart. Die ga ik opeten. Geintje hoor, ik tover hem gewoon achter mijn oor vandaan. En hij past. Bedankt, meester Kevin. Op de nieuwe Veller-locatie hadden wij bezoek van een oude bekende. Hallo allemaal. Ik ben hier met juffer Janne bij de nieuwe school van de branding. En het wordt een prachtige school. Nou, het is een prachtige school.
Ik hoop dat jullie straks na de zomervakantie, als jullie hier inkomen, er ontzettend van kunnen genieten. Ik wens jullie allemaal heel veel succes, ook de komende tijd als de school weer open gaat. En ik kom een keertje kijken bij jullie. Doeg! Hoe doet hij dat? We kregen ook nog een filmpje van juf Danique. Alsof het allemaal nog niet gek genoeg was, heeft zij een prachtige challenge voor ons. Hoi allemaal, ik heb een nieuwe challenge voor jullie. En omdat we er eigenlijk de laatste tijd veel binnen zitten, dacht ik het moet een grappige challenge worden. Dus ik ga met jullie de slagroom challenge doen. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, een bus slagroom. En eigenlijk is het wel handig om een beetje kleren aan te trekken die vies mogen worden. En het slimste is om deze challenge buiten te doen. Ik verzeker je, het wordt lachen. In ieder geval, je pakt de slagroom en je moet het precies hier op de achterkant van je hand doen. Als je dat hebt gedaan, doe je je ene hand boven je arm en sla je arm tegen je hand aan, waardoor de slagroom in de lucht vliegt en je moet hem opvangen met je mond. Veel succes! Ik heb er nu al een lol. Bijna helemaal. En dan deze challenge nog. En dan gaan we weer op pad met juf Marije. Zij gaat weer langs voor een diepte-interview. Hey Daan. Hi. Wat fijn dat we even bij jou langs mogen komen. Ja. Hey, wat gek hè dit. Want we kunnen niet dicht bij elkaar komen. Ja. Dat is wel weer jammer. Hey, en het schoolwerk, lukt dat? Ja, dat lukt. Vind je het moeilijk om eraan te gaan zitten of heb je gewoon een vast ritme? Ik vind het altijd gewoon vervelend dat ik dan weer thuis aan school heb, want dat vind ik op school wel gewoon leuker. Op school is het leuker, hè? Hé, ik ben eigenlijk wel benieuwd als je dan straks weer op school bent, hè? Weer voor het eerst, de allereerste dag op school. Wat ga je dan het eerste doen? Waar heb je het meeste zin in op school om te gaan doen? Ik denk weer gymmen. Gymmen? Daan zei al, ik heb het meeste in een gymmen straks. Dus... Oh, dat geloof ik wel, ja. We hopen dat dat weer snel kan, hè Daan? Oké, dankjewel voor het interview. Dankjewel. Doeg! We zijn aan het einde gekomen van dit brandingsjournaal. Maar niet voordat ik genoemd heb wie de prijsvraag heeft gewonnen. Dani en Noah Bos zagen 4 oranje kroontjes. En ze hadden gelijk. Gefeliciteerd Dani en Noah. Bedankt voor het kijken naar het 10e Brandingsjournaal. De volgende aflevering is de laatste aflevering. En daarin kunnen we gaan kijken naar een filmpje wat gemaakt is door Norschoten 4-5 voor de bruiloft van Marjolein en Herman. En naar een heleboel oranje. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.